Goedemiddag, dit is RTL Rally Report. Normaal in dit programma beelden van het wereldkampioenschap rallies. Vandaag de grootste en belangrijkste Nederlandse wedstrijd op de kalender. De Golden Tulip Rally. De echte rallyfans weten het. Dutch Duel. Vandaag de beslissing. Ik heb mij vorig jaar bewezen. Hij mag zijn eigen nou een keer waarmaken hier. En we zullen zien, het zal lang zijn en... Hij zal in ieder geval vol van start gaan en we zullen zien wat dat geeft. We hebben wel iets meer aandacht besteed aan de tactiek, zeg maar, hoe het spelletje gaan spelen. En die is? Ja, en die is vol vanaf proef 1. Ja, ik ben de eerste die alles kan vergooien en de concurrenten kunnen ook uit de wedstrijd verspelen. En ik kan eigenlijk het kampioenschap verspelen, maar kijk, het is zo, als het gaat en alles klopt... Ja, dan wordt het gewoon een hele mooie wedstrijd, daar ben ik zeker van. En laat de favorieten maar denken dat ze favoriet zijn. We zien het wel, morgenavond wordt het beslist. Normaal gesproken is het altijd zo, Golden Tulip Rally. Vrijdagavond valt de beslissing, normaal. Maar waar pak je je winst vanavond? In het donker op snelle stukken, hoop ik. Het is een nieuwe auto, de eerste keer dat we groepen aan gaan rijden. Dus het is een test, maar we gaan wel proberen om erbij te zitten. En het is ontzettend glad, dus dat zal afwachten zijn of dat we dat ook daadwerkelijk kunnen. Twee torenhoge favorieten voor de eindoverwinning en drie mannen die een goede gastrol kunnen gaan spelen. Is de eerste krachtmeting op de vrijdagavond. De 8,3 kilometer lange proef bij Den Ham. Met veel onverhard en veel gladde stukken. We gaan onboord bij Mark Breyer. En links 2 plus. En links 2 plus. Glad. Into rechts 6. Rechts 2 plus. Rechts 2 plus en 10 left plus. Eerste avond, 7 klassementsproeven op het programma. 3 verschillende die ook 2 maal worden verreden. Eentje staat er 3 maal op het programma. Het is even na 8 uur, vorige week vrijdagavond. Finish van de eerste proef. De eerste krachtmeting op eigen bodem tussen Teunissen en Breyer. Wie pakt de eerste scratch van de wedstrijd? De snelste tijd. 4,57 en een beetje voor Rocco. 5 rond voor Mark Breyer. Teunissen pakt de eerste scratch en leidt de Golden Tulip Rally. In de eerste boekel zitten 3 klassementsproeven die zonder service verreden moeten worden. Breyer heeft blijkbaar een hele goede bandenkeuze gemaakt. Hij gaat erg hard. In 3 proeven tijd is een achterstand van 3 seconden omgebouwd naar een voorsprong van meer dan 25 seconden. De druk ligt nu bij Teunissen. Tevreden? Nee, maar nu ligt de druk bun. Ik zal er proberen wat sneller gaan te rijden en wat dichter minder te verliezen vanavond. En dan morgen er vol tegenaan. Hoe bedoel je druk bij hun? Hun staan nou voor mij. Maar in welk opzicht druk? Laat ze dit maar volhouden. Ja, dat vindt hij. Ik niet. Terug naar de leiding in de wedstrijd, Mark Breyer. Vergroot zijn voorsprong tijdens de tweede boekel van nog eens 3 klassementsproeven. We zijn op proef 6 van de wedstrijd opnieuw op de Luttenbergring. Breyer onderweg met start nummer 2. Een minuut daarvoor is Rocco Teunissen gestart. Maar Breyer ziet hier de Toyota strompel op weg naar de finish. Into T-left. Rocco heeft een lekke rechterachterband. Verliest hier al een minuut en is dan kansloos voor de eindoverwinning. Dutch Duel eindigt dus vroegtijdig. Vreemd is dat het gewoon op rechtstuk gebeurt. Dus ze zal iets gelegen hebben. Ja, ik weet het niet. Normaal moet een band niet kapot gaan. Gewoon op een rechtstuk. We zijn ergens overheen gereden, maar hij is kapot. Baal je? Ja. Had je er zonder Lekkerman nog vertrouwen in gehad dat je de achterstand die je al had weg had kunnen werken? Vanavond niet, maar morgen toch zeker wel. De blik van Teunissen mag overduidelijk zijn. Hij is zwaar teleurgesteld. Dit had zijn avond moeten worden. We hebben heel goed gezocht naar beelden voordat Rocco langskwam en de beelden erna. Lag er nou iets op de Luttenbergring? Wij hebben bij alle beelden niks kunnen ontdekken. En dus blijft de vraag wat daar precies gebeurd is. Breyer vergroot zijn tempo. Boven in beeld ziet u proef 3. Onderin proef 6. Zelfde proef, maar dan 2 uur later. 80 rechts 6 lang. En 100 rechts 3 plus lang bij het nareflector. Knijpt. Knijpt. En links 3. Krijgen we het scenario 8 maal nu? Ja, de kans is aanwezig. Kijk, Stacy
Stacey rijdt voor zijn kampioenschap, maar dat zei je in Achmal ook. En Stacey is toch zo iemand die, die blijft vechten. Dus daar ben ik er niet vanaf. Van de Golden Tulip Rally en alle ogen zijn nu gericht op het Dutch duel tussen Hans Stacey en Mark Breyer. Stacey rijdt altijd bijzonder sterk op het vele onverhard tijdens de tweede dag van de Golden Tulip Rally. Met andere woorden, Stacey kan de aanval in gaan zetten. Maar Stacey opent op de spekgladde proefjes zaterdagmorgen ronduit gezegd te voorzichtig. Rem goed voor Rex 53 op asfalt. Kalm uit, kalm uit. Ja, Arie, 250 meter. Het einde van de rem is glad, hè. En de kiet in links is ook glad, hè. Net op dat we niet doorschuiven, hè. Ja, we gaan door. 200 meter. Ja, links uit. Kalm, hè? Kalm uit. Binnenhouden, binnenhouden, binnenhouden. Binnenhouden, binnenhouden. Kom aan, kom aan. Finish vol. Nee, nee, dat is goed, dat is goed. Geen probleem. Oké. Okay. Slecht gereden, Eddie. Super slecht. Ik denk van niet. Proper gereden. Het proper gereden. Veel te vroeg rem. Nee, nee, proper gereden. Wat draaide? Proper. Wat draaide voor tijd? Slecht gereden vind ik zelf. Dus ook wat we zeggen, maar het is wel erg extreem glad. Wat ik niet verwacht had. Ik heb eigenlijk niet helemaal goed gereden, vind ik. Ben niet tevreden. Stacey misschien net iets te voorzichtig en dus zijn de aanvallen niet scherp genoeg. Breyer pareert voorlopig en houdt een voorsprong van 17 seconden. Wat gebeurt daarachter? Die positie nummer 3. Brocco Teunissen inmiddels bijna 2 minuten achterstand. Teunissen zal alles op alles gaan zetten om dichterbij bij de mannen te komen. Maar ook Teunissen begint voorzichtig. We gaan proberen om zo dicht mogelijk in te lopen, maar het zal niet makkelijk zijn. Nog 10 klassementsproeven op het programma tijdens de Golden Tulip Rally 2001. Proeven met slecht onverhard. Komt Rocco Teunissen dichterbij en wat doet Hans Stacey tijdens de resterende klassementsproeven? Veel onverhard, maar Stacey weet dat het glad is. Ontknoping in de Golden Tulip Rally 2001 ziet u straks na de onderbreking. Tot zo. Er vooraan in de wedstrijd. Eigenlijk niet zo heel gek veel. Hans Stacey probeert op het onverhard dichterbij te komen, maar die aanvallen, zoals gezegd, hebben net niet genoeg power. Hier is prachtig het verschil te zien. De proef bij Daarle. Links Stacey, rechts Breyer. 150 meter, let op. Links 142 plus rem, links 53 en de huis. En de huis. Het is heel duidelijk om te zien waar Breyer zijn winst pakt. Stacey rijdt de longen uit zijn lijf. Maar het verschil is 13 seconden. En dat is met nog maar een paar proeven te gaan gewoon te groot voor Hans Stacey. En Stacey begint zich dan ook meer en meer te irriteren aan zijn auto. Er komen opnieuw, net zoals in Achmal, problemen met de remmen. De irritatie neemt toe als de tijden met Mark Breyer gelijk blijven. Ja, de tijd is wakker. Oké. Dat ik heel die auto zachter maken achter en voor, helemaal zo gammel als klein. Nog, ik heb mijn rempedaal niet aantekenen of hij blokkeert. Pak. Pak.
Wat doet Hans Stacey nog tijdens de resterende klassementsproeven als het gaat regenen? En wat gebeurt daarachter op positie nummer 3? Team van Rocco Teunis en Erwin Molmaerts rijdt op de eerste paar proeven zaterdagmorgen onzichtbaar rond. Maar Teunis en Molmaerts willen iets gaan proberen. Zeker als ze van de Wettercrew doorkrijgen dat er regen aankomt. Wat vertelt de Wettercrew? Geheim. Nee, het regent op de eerste? Ik denk dat we een verrassing krijgen op de eerste, ja. Van, is het een buitje of een bui? Een deftige bui schijnt. Maar we gaan het geheim houden, oké? Nee, oké, absoluut. Even. Ja, binnen. Hallo? Werner? Wat zei jij? En dan begint het tactische spel. Mark Bruijn en Hans Stacey moeten 2 minuten eerder het Park Vermee uit dan Rocco Teunissen en Erwin Molmaerts. De vraag is, welke banden kies je? Zij zijn weg. Een speciale keuze gemaakt. We hebben het zo bekeken, we hebben niks te verliezen. We kunnen alleen maar winnen. En winnen kunnen we alleen maar door iets speciaals te proberen. En als we allemaal dezelfde keuze maken, zijn de verschillen toch veel te klein. Dus waar kies je voor? Excuseer? Waar heb je voor gekozen? Voor, wij noemen dat in België Racing Tires, onverhard banden waar je ook mee kan snel rijden op verhard. Mark is met Tijen intermediate banden weggegaan. Dat is een goede keus, denk ik. Het is Teunissen zijn gok om in deze boeken van 3 proeven dichter bij Breyer en Stacey te komen. Maar die gok pakt totaal verkeerd uit. Was het een goede keuze? Nou, wel. Nee, het was jammer. Hetzelfde had het volop geregend en dat was wel een perfecte keuze geweest. Dan is de rallysport keihard, want Teunissen, zijn achterstand blijft rond de 2 minuten. Hij kan dus absoluut niet imponeren tijdens dag 2. We hebben nog 3 proeven te gaan. Het verschil tussen Mark Breyer en Hans Stacey is 13 seconden. 3 proeven met relatief veel onverhard. Stacey mag zijn aanval in gaan zetten. Goed, de beslissing. Laatste 3 proeven. Hans Stacey komt niet dichterbij en dus vrij spel voor Mark Breyer. Het zijn de laatste kilometers op proef 19 van de wedstrijd. Breyer mag op weg naar de champagne. Maar een kijker van Rally Report heeft een cameraatje bij zich op de laatste proef en registreert dit. 1,5 kilometer voor het einde. In één keer een hele dikke witte rookpluim. Breyer blaast de turbo op van zijn Subaru en moet de auto aan de kant zetten. Een ongelofelijke finale van deze wedstrijd. En dus geen champagne voor Breyer, maar wel champagne voor de eigenlijke nummer 2, Hans Stacey en Eddie Chevalier. Wat een ontknoping. Wat een beslissing in de Golden Tulip Rally. Champagne voor Stacey en de tranen voor Mark Breyer. Stacey wint. Teunis op positie nummer 2. Edwin Abbering wordt uiteindelijk nog derde in een zeer geslaagde Golden Tulip Rally 2001.